Yo boys, welkom bij deze nieuwe video. In deze video ga ik proberen 24 uur te overnachten in het bos helemaal alleen. Terwijl Dirk en Tom mijn tas hebben ingepakt. Hier, alsjeblieft, de autosleutels. Dat is waar. Ken je Bird Box, die serie op Netflix? Zo zie je er wel uit nu. Zo voel ik me. Keurtje sigaretten. Kanker op. Sorry man. Nee, zitten die niet in? Sorry man. Nee! Bro! Wat doe ik? De sigaretten zitten er wel gewoon. Sukkel. Zo, nu wel. Hey, je zei vorige week dat je ging stoppen. Ik ben ook gestopt, maar ik mag niet. Stop, maar ik rook alleen als ik zelf een pakje koop en ik rook alleen als mensen mijn sigaretten aangeven. Ja? Ja. Ja, dat kan af. Zo! Zo! Hi! Dit bos. Ik ben ooit geweest in dit bos. Ik ben hier nog nooit geweest. Ah, ik ook niet. Voordat ik mag het vragen. Nee, je bent begonnen. Nee, ik ben nog niet begonnen. Mijn tas ligt nog in de auto. Eén laatste sigaret voor als ik geen vuur heb. Oh, nou, even oproken. Dan gaat de survival vlog beginnen. Sleutels in de briefbus kan leggen. Dat is goed. Klaar! We gaan! Oké, boys. Dit is toch weer een avontuurtje. We gaan. Abonneer even hier beneden. Doe even dat duimpje omhoog als je dit leuk vindt. Survival tip 1. Twee survival tips. Altijd doe ik heel rustig. En neem extra paar sokken mee. Kijk dit. Kijk dit, maat. Ik heb 5. Ik zie hier eigenlijk al een mooie plek, man. Hier kan ik dit gebruiken om mijn takken tegenaan te leggen. Of daaro. Even kijken wat we allebei hebben. Wat we meegekregen. Van die boys. Vuurtje of roken. Oké. Okay. Man heeft een gehele taart meegenomen. Ik heb hem zelf mee. Eierkoeken. Bro, je bent echt de grootste kaai die er bestaat daar, hè? Vegetarische champignonburger. Een blik Heineken. Een blik Brouwers. Iets kan je echt niet gooien, maat. Zilveruitjes. Een fles wijn. Augurken. Die zijn nog wat tasty. Ait. Een schep. Wat is dit? Oh, de stouw. Oké, dit is het. Ah, ik krijg een tak in mijn oog. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch girl. Hier kan ik wel echt pittig goed onder slaap houden. Als ik dit voor elkaar krijg, wacht. Wat ik nog best wel vaak doe, mijn broer, nogmaals. En het heeft wel wat. Ik moet ook wel zeggen, nu ik hier weer zit, ook al is het zo aan het regenen, ik word gewoon blij hiervan. Iedereen zit de hele dag op zijn tel, weet je wel, op zijn telly. Of ze zijn bezig met school en dit en dat. En dit doet je altijd weer even herinneren van, er is meer dan school en werk. Denk erover na. Ja, een koude brie. Dus de Ojipoopy pads POV. Ah nee, dat is dat. Dit is droog. Haha, dacht ik per ongeluk. Ha! Au. Au! Er zitten dorens op dit ding. Au. Ga weg. Kutdoren. Ha! Er zit een doren in mijn vinger. Er zit een doren in mijn vinger. Die is vet. Ja. Is de zorg voor later? Of genoeg?
From a page of your favorite author. And the weather's so breezy. Man, why can't life always be this easy? She in the mirror dancing so sleazy. Hoe de fuck gaan we het daar krijgen? Laat me even denken. Terug van denken. Waar komen dan de beste ideeën? Ik wist het. Geef mij even de tijd om na te denken. Toen besefte ik ineens. Oké. Ik heb lucifers. Ik heb hier een filtertje van een sigaret nu. Dat is brandbaar. Maar niet alleen dat. Ik heb touw. Please, I get a call like, where are you, Yeezy? And try to hit you with the old wapty. Till I get flashed by the paparazzi. Oké, dit brandt pakken. These got me. I hate these more than a Nazi. As I recall, I know you love to show off. But I never. Oké, ik heb er wel van geleerd. Ik rij zo weer uit. Maar wat ik ervan heb geleerd, ik moet meer kleine takjes hebben. Ja, ik ga het doen. De sok. Takken zijn op. Hier is wel een tak. Ja, dit moet wel droog. We hebben hem. Wel beter. Maar ik ga het eerst wat ik moet doen is verder zoeken naar takken. Dat zijn de dwaaien. Oh fuck, ik heb helemaal geen sokken aan. Dit voelt kut. Oké. Okay. De takken zoeken, takken zoeken, takken, takken, takken. Oh, naar die plek. Naar die boom. Nee. Kom aan. Kijk. We hebben vuur. We hebben vuur, boys. Niet verwacht dat het zo'n opluchtend gevoel geeft dan. Wow. Hij staat even aan. Maar hier, het begint ook wel echt hard te regenen, bro. Het begint echt hard te regenen. Oké. We moeten nog meer hout hebben. Hout. Hout. Oh, ik ben helemaal drijf, man. Tik hem mee. Kom maar, pak hem uit de lucht. Kom aan. Kom aan. De takken er weer op. Zie je hoe drijfnat ik ben? Ik druppel van mijn hoofd af. En het vuur is bijna uit. Alles is kut. Ik moet het weer gaan aanblazen. Ik ben helemaal. Mijn handen zijn voor. Ik denk dat. Ik heb volgens mijn ding gekeerd op gewoon al het water. En mijn eigen hut zaten. Dus. Fuck! En ik heb een appeltaart. En natte sigaretten. Kut! De sigaretten. Die is gewoon drijfnat. Een sigaret en een stukje appeltaart. De cigarette special. Voordat die uitgaat, ga ik nu een sigaret aansteken. Anders ga ik hem redden. Ik ga denk maar heel die fles wijn opdrinken straks. En nu even op weerlaan kijken, want ik weet niet tot hoe lang het doorgaat. Nog 5 minuten. Dus nog 5 minuten. Dus ik ga nu even aanblazen, want hij moet aanblijven. En ik wil die fucking vega burger eten. Ik wil niet koud eten. Oh, je ziet ook niks. Alles wat ik heb is vies. Oké, dus ik belde Tom. Tom belde even of alles gelukt was. Ik zei, ja, is goed. Hij zegt zo, heb je die taart erop? Ik zeg zo, nee. Voel eens in die taart. Ik voel in die taart. Dan heeft die gast een aansteker ingestoken. Hij ging er vanuit al, maar die was gelukt om het vuur aan te krijgen. Dus fuck jou, het is wel gelukt. Dit is nou echt holbewoner shit. Dit is echt holbewoner shit. Mm-mm.
Fuck. 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 Ja. Sorry vuur. Ik heb 2 sokken opgeofferd. Om nu alsnog nat te zijn. Ik denk dat ik echt nog nooit kutter in een bos heb geslapen dan dit. Ik heb het vaak gedaan, hè. Ik denk dat het de kutste keer ooit is geweest. Welkom bij de vegetarische burger review. Het is gevuld met... Even kijken. Oh, kut, hij flikkert eruit. Nou, maakt niet uit. Champignon. Here we go. Je kan hem koud eten, maar hij is niet lekker. That has to work. Je hebt nog een aansteker nodig. Het is ook al logisch. Het is keihard aan het regenen, mijn vuur is uit. Die vegetarische burger ziet vreten. Dat is mijn laatste sigaret. En er lopen beestjes te eten overheen. Ik heb net een pissebed van mijn wijsvinger afgetrapt. Raad ik het iedereen aan? Ja, doe dit. Het was heel kut, maar kijk hoe chill ik erbij lig. Omdat ik dit al vaker heb meegemaakt. Oké, boys. Ik lig in mijn slaapzak. Nee, je ziet het niet. Ik lig in mijn slaapzak op dit moment. In het bos. Hier. En ik lig hier op mijn slaapzak. En ik ga nu gewoon slapen. Tot morgen, heren. En als er iets gebeurt, dan zullen jullie eerst niet horen. Ik ben wakker gebeld. Want ik was aan het slapen gewoon net. Olly, je hoeft je niet te bewijzen. We slapen alsjeblieft thuis, want dit vinden wij niet fijn. Dus heb ik daar gezegd, op een gegeven moment daar heel vaak omgepraat worden. Heb ik gewoon gezegd, ja oké, is goed. Ik slaap thuis. Dus ik ga voor alles opruimen nu. En ja, dit is het eigenlijk alweer. Dan heb je het al een keer meegezien hoe het is om in het bos te slapen. Ik heb hier overnacht. Ik heb geslapen hier in mijn slaapzak. Maar het begint nu onveilig te worden. En ik zei ook al tegen mezelf, bij Omi begin je te twijfelen. Maar het was heel lastig om mij er ergens uit te praten. Dan wil ik ook echt doorgaan. Dus heel vaak nee. Dat was ook gewoon op een gegeven moment gezegd, nou is goed. Ik heb ook geen zin om hier in de drijfnatte shit te zitten. Al hebben jullie eigenlijk al gedaan. Alles is weg. Ik heb geen sokken meer. Dit is allemaal nat. Ja. Ik ga het even opgeven. Dus ik ga even mijn tas spullen van pakken en dan ga ik naar huis. Time to go to the excavation point. Echt, we moeten hier weg, ik wil naar huis. Ik ben er klaar mee. Oh, schat. Mijn voeten zijn drijfnat. Mijn voeten zijn drijfnat. Mijn voeten zijn drijfnat. Ik ben toch echt schijt. Eerste klas. Come on. Zak, mijn poten zitten vol met schijt. Jongens, wat is dit? Kijk, dit is nou voor mij al een reden om dit ook een keer te gaan doen. Zie wat voor zieke verhalen ik hier uithaal. Even een avondje in het bos overnachten. Come on! Nu kapot te krijgen, boys. Ik ben net corona waard. Kom dan. Juist. Kom dan! Kom aan! Nee dan! Ben ik kapot te krijgen, boys! Ben ik kapot te krijgen! Ik ben We zijn er! Oké, boys! Het was een avontuur! Ik hoop dat jullie het goed genoten hebben! Laat een goede les zijn! Als jij naar het bos gaat, krijg je even een weerbericht. Like en abonneer, dit ga ik misschien nog een keer doen als jullie het grappig vonden en leuk. Als jullie er niks aan vonden, was dit ook de laatste keer dat ik ooit uploaden. Maar ik vind het leuk om te doen en ik vind het leuk om te maken. En daar is mijn lift. Dus in ieder geval, abonneer.
abonneer. En als jullie het leuk vinden, gaan we nog een keer een video opnemen. Mission failed. Ik ben helemaal... Ik ben dus op de terugweg, hè? Ja. Ik zei ook al net tegen Pieter, ben ik gewoon in de sloot geflikkerd. Nee. Mijn voeten zijn helemaal vol. Met daddy. Hoe heb je dit zo voor elkaar kunnen krijgen? Wat? Hoe heb je dit zo voor elkaar kunnen krijgen? Ja, weer. Ja, ik wou het echt... Maar ik ben gewoon wakker geweld. En ik lag eigenlijk best wel lekker te slapen. Wacht even hoor. Hier. Wing it. Die andere is? Die andere zit ook vol. Douche. Volgende keer beter. Volgende keer met z'n tweeën. Is wel jammer dit. Ik vind het heel jammer. Veel teleurstellend. Heel teleurstellend, ja.